Hallo jongens en meisjes. Vandaag gaan we een leuk nieuw spelletje leren. Je hebt hiervoor nodig: een theedoek en wat spulletjes die bij de winter horen. Maar je kan het ook met andere spulletjes doen. Je kunt dit met z'n tweeën doen, of met z'n drieën zelfs. En het is handig om misschien even met papa of mama of met je broer of zus dit te doen. En dan gaat de een zijn ogen dicht doen, de ander die gaat uh, iets pakken. Dus ik pak iets, leg het onder de theedoek. En dan mag de ander mag zijn ogen weer open doen. En die mag onder de theedoek gaan voelen, maar dus zonder te kijken wat er zou kunnen liggen. Oké, okay, en je voelt dan. Hmm, hoe voelt dit? Dit voelt hard aan. Een beetje glad. Ja, wat zou het kunnen zijn? En het is rond. Hmm, zou het iets van een doosje kunnen zijn? Hebben we er straks onder gedaan? Geen doosje. Hè? Oh, moet nog iets verder. Oh, de bovenkant heeft een soort uh, ja, stokje erbovenop, lijkt het wel. Oh, dan weet ik wat het is. Het is een kaarsje en dat heb ik goed. Hé, hey, en dan kun je het nog een keer doen. Dan gaat nog iemand weer zijn ogen dicht doen. Leg je het weer onder de theedoek. Mag je weer de ogen open doen en dan gaan we voelen. Oh, dit voelt heel erg zacht. En ja, heel zacht. Ik kan erin knijpen. Een beetje romp voelt het. Oh, dan is het een muts. Even kijken. Klopt, het is een muts. Kijk, ik wist nu natuurlijk al een beetje wat ik eronder had gelegd. Maar samen met je broertje of zusje, of je pap of mam of opa of oma, kun je dit samen doen. En dan kun je het raden. Dan kun je zien wie het allemaal lukt. Veel plezier!